In een mooie villa in Frankrijk woont familie Duur. Meneer en mevrouw Duur zijn nogal gierig en hun vier kinderen zijn lui en verwend. Daarom besluiten ze op zoek te gaan naar goedkoop personeel voor de villa. Ze gaan op personeelsjacht in een van de armste sloppenwijken in de buurt, net buiten Dijon. Kinderen, het is hier veel te vies. Blijven jullie maar even hier. Ja. Zusje, kijk uit. Dit vind ik best zo. Level 3. Misschien kunnen we die kinderen gebruiken voor onze villa. Ja, dat lijkt me een slim plan. Kom, we halen ze over. Ja. Wil je mee naar onze villa? Dan kun je heel veel verdienen. Jullie ook? Viertjes? Heb je een lekker bed, lekker eten, een eigen douche, heel veel geld. Nieuwe kleren. Anders kiezen we andere kinderen uit. Nee. Kom maar. Nee, kom maar. De kinderen gaan mee met familie Duur in de hoop op een beter leven. Het is inderdaad een prachtige villa. Maar meneer en mevrouw Duur komen hun mooie beloftes niet bepaald na. Je moet echt veel te hard werken. Ja, het is echt niet te geloven. Nou, hoe lang zijn we hier al? Veel te lang. We hebben nog helemaal niks gekregen. Maar meneer Duur die behandelt ons als oud vuil. En de broers en zussen ook. Hé, kijk eens uit waar je poetst. Ik loop hier. Wat zien jullie toch? Eeuw. Apen. En mijn kamer is nog niet opgeruimd. En waar... De crème van mijn schoenen ruimt niet op. En waar blijft mijn cola? Je mist hier nog twee plekjes. Sorry. Villa La Duur lijkt wel een gevangenis. Maar omdat ze niet weg kunnen lopen, bedenken de kinderen een ander plan om de familie dwars te zitten. En wel precies op de dag dat de president van Frankrijk op bezoek komt. Wat fijn dat u er bent. Goeiedag. Gefeliciteerd. Heel erg goed. Goeiedag. Nou, mijn vrouw en ik hebben even overlegd en we willen graag een 300 biljet. Met onze hoofd erop. Ja, natuurlijk met ze, dat snapt u wel. Maar we hebben hier een aanbod en we willen graag dat u een handtekening zet en dan dat de 300 biljet komt. Zullen we eerst even eten, want ik heb honger. Ja, is goed. En dan denkt u onder het eten na, oké? Okay? Ja. Personeel, eten! Wat moet dit te betekenen? De president wenst eten van hoge kwaliteit. En ons aanbod dan? Dacht ik niet. Kom maar, schat, het slaat nergens op. Weg eens. Volgens mij hebben de kinderen wat mee te maken. Meneer Duur is woest. Uit wraak gaat hij nog meer kinderen ronselen in de sloppenwijk. Jullie waren toch die kinderen die mee waren naar de villa? Ja, het is wel. Ik heb nog wel plaats voor jullie. Yes! Hoeveel? Hoeveel plek? Voor jullie allemaal. Echt? Allemaal? Ik ga mee. Nee, ik kom. Ik wil gewoon. Dit keer lukt het hem echter niet ongezien. Ook de nieuwe kinderen komen aan met de verwachting op een beter leven. Welkom in Villa Duur. Wow. Maar dat duurt niet lang. Die is voor jou. Ja. Die is voor jou. Die is voor jou en die is voor jou. Gaan we naar de keuken, nu. Wat? Naar de keuken, ja, jullie allemaal. Waarom? Naar de keuken, geen gezeur. Gaan we eten? Ja, dat denk jij. Nee, ga lekker. Wat is dit? Welkom in ons leven. Dit is echt verschrikkelijk als we moeten gaan werken hoor. Ik zei toch dat het een list was? Dit kan... Ik zei het toch? Heb je hier geld? Vergeet het maar. Niks. Maar jongens, we moeten in opstand komen. Maar ze geloven het toch nooit. Zeker niet dat wij in zo'n dure villa terecht zijn gekomen. Ja. Toch tot het maar jongens, geen gezeur, niet aan het werk, want tijd is geld. Oké, ja meneer. Ja meneer Duur. Inmiddels worden er 14 kinderen in de buitenwijk van Dijon vermist. Dat is verdacht.
Ze worden volop gezocht door UNICEF, totdat een week later een oud mannetje het kantoor in Dijon bezoekt. Meneer, meneer, heer, meneer! Ja, dus ik heb iets belangrijks te vertellen. Even mijn collega's erbij roepen. Ik was laatst, op mijn dagelijkse wandeling, zat ik even bij de Sloppenwijk en toen kwam er opeens een man langs. Een beetje een vreemde man met een snoer en hij was heel chic, zag hij eruit. Toen hoorde ik hem zeggen of er kinderen mee wilden komen naar zijn villa om daar te werken voor heel veel geld. Maar ik geloofde hem niet. Luister, ik ben niet jong meer. Ik heb al heel veel meegemaakt. Ik weet zeker dat die man niets goeds in zijn schild voerde. Volgens mij had hij het over de grootste villa van de stad of zoiets. Is dat niet villa duur? Kijk, het ligt bij de zon. Het ligt hier. We gaan een kijkje nemen. Ja. Zeker. Geloof me, meneer. Hier is het. Ik weet het zeker. Oh, kijk, al die kinderen voor het raam. En zo worden de kinderen ontdekt. De familie Duur wordt ingerekend en in de gevangenis gezet. Wegens schending van kinderrechten. Alle kinderen die zo hard gewerkt hadden, mochten met hun ouders in Villa Duur wonen. Met dank aan de president die de villa voor ze heeft gekocht.